En dan wordt er nog geflitst. Voorlopig geen flitsers meer, blijkbaar, als je nog één gezien hebt. 60-30. Voor een TomTom start 2 GPS tegen slechts, jawel, €98. Ga rechtdoor. Naar Auto 5. Wie auto zegt, zegt Auto 5. Wie maakt de grootste sneeuwman? En wat zou er toch onder de kerstboom liggen? De mooiste kerstmomenten film je met een Sony Handycam in de beste beeld- en geluidskwaliteit. Zelfs bij weinig licht? Koop nu een Sony Handycam en krijg tot €100 terug. Kijk op sony.be/acties. Weet je, het beste moment om van speciale Peugeot-condities te profiteren, dat is de eerste dag van het autosalon. Nee. Dan krijg je pas superkortingen, nee. Jawel. Oh nee, ik wacht altijd tot het allerlaatste moment, tot de laatste minuut van de laatste dag. En dan krijg je superpremies. De eerste dag. De laatste. Wacht niet op het autosalon om van onze kortingen te genieten. En vooral van de federale milieupremie. Tot €6.000 korting op stokwagens en tot 15% federale milieupremie op elke Peugeot, ingeschreven voor 31 december. Oh, ja. In december is iedereen het eens over de Peugeot-condities. Aanbiedingen onder voorwaarden. Studio Brussel. Studio Brussel. For the douches. Beat for the douches. Beat for the beat. Alweer misschien wel zo, denk ik, hè? Douche beat. Het is niet waar. Het zijn dus Belgen. Het zijn de Belgische trots, Net & Sensi. Die ook de Living Islands zijn, die dus vorig jaar ook op Soaxmas gespeeld hebben. En ook al jarenlang meegaan en vrienden zijn. En ze hebben dus een nummer gemaakt, Skinny Fit. Waar dat ook iedereen zot van is. En het klinkt inderdaad een beetje zoals Wazoo. Ja. En vandaar dat hij een douche. Even erin gesneden. Ja, iemand vraagt zich af, David op 60-30, waarom Daft Punk niet op Solvexmus staat dit jaar? Dus die waren gecontracteerd, maar die spelen dus blijkbaar niet naakt. En als we dus... Dus we hebben een rider binnengekregen en bij iedereen hebben we dus gevraagd, spelen jullie naakt? Ja. En inderdaad, Gesaffelstein, Fake Blood, die spelen dus allemaal naakt. We hebben het zelfs zo gedaan dus dat de DJ-booth doorzichtig is. Zodat iedereen... Vind ik een goed idee. De mannen zagen het niet zitten om enkel en alleen met hun helm op te spelen. Nee, inderdaad. Ze wilden hun helm niet laten zien. Nee. Gisteren waren jullie ook nog te zien op 8 trouwens. Over de toekomst van de muziek ging het. Omdat we het daarnet nog over het internet en die hele Azalea Banks... dat gedoe hadden met dat nummer. Heeft het eigenlijk nog zin om echt albums bijvoorbeeld te gaan maken in 2012 met iedereen die toch maar nummers gewoon kan downloaden? Dat is eigenlijk een goed idee. Misschien zouden we beter geen plaat maken. Dat is... Maar gewoon nummers uitbrengen, is dat echt geen goed idee bijvoorbeeld? Ah, dat is misschien nog een idee, dat hadden we niet aan gedacht. Ja, bedankt. Ik zie zo dat je er uiteraard al aan gedacht had en dat je het ook gewoon gaat doen, denk ik. Nu moeten we het stilmaken? Nee, we kunnen nog een beetje blijven babbelen. Het is een lange intro. We zitten hier op Studio Brussel. Radio Solwax. Solwaxmus. Iets heel exclusiefs is dit. Het is inderdaad iets heel exclusiefs. Ik weet ook niet of we dat mogen draaien. Maar dat mag van mij. Maar het is een beetje... Het is onze versie van Gabriel, van Joe Goddard. Die we dus voor onze eigen DJ-set gemaakt hebben. Met animatie en zo. Maar, het is net af. Ja, inderdaad. Maar we gaan het niet gans draaien, we gaan een stukje. Maar toch een stukje, hè? Voilà. Joe Goddard in de versie van Solwax.
This is Radio. Hell, you've gone too far, Studio Brussels. Hell, you've gone too far, and you should hang your head in shame. For these wounds I cannot stay. You've gone too far, you broke my heart, you've gone too far. Too far. You broke my heart, you've gone too far. The sum of all the parts that you have taken are a fraction of the parts that made me whole. Where he was stronger than I was, but in strength you can't sustain. Do not come to give me counsel, you should beg forgiveness of me. Daarmee hebben we hem toch een serieus stuk gehoord. Joe Goddard in de versie van Solveig. Steffen en David, die kiezen nog altijd de platen. Steffen, vond je het ook het origineel een goed nummer? Ja, ja. En Joe speelde ook een, op Solveig's Mes in Londen speelt hij met ons mee. Dus ja, het was eigenlijk een soort... Het is een beetje een verrassing voor hem, denk ik ook. Want we hadden hem gezegd dat we een remix gingen maken, maar dat is al 6 maanden geleden. Ja. Hij heeft voorlopig nog niet ge-sms'd, dus ik denk niet dat hij het nee, al nee, weet. Nee, is niet aan het luisteren, denk ik. Oh, denk je? Ik ben er nog niet zo zeker van. Iemand zegt, een domme vraag aan de gebroeders. Hoe geraken jullie toch altijd aan de beste platen? Gaan jullie nog naar platenzaken bijvoorbeeld? Of krijgen jullie gewoon alles? Nee, nee, helemaal niet. Ik koop nog enorm veel platen. En ik ga ook proberen eigenlijk, als ik in België ben, probeer ik ze... bijna altijd naar de, in Gent naar de plaatwinkel te gaan. En ik koop veel te veel vinyl. Eigenlijk veel te veel vinyl. Ja. Dus uiteindelijk koop ik nog heel veel platen. Ja. Nog altijd. En dan heb ik ook Thijs. Een heel goede avond. Dag Thijs. Goedenavond. Thijs, je hebt ook nog een vraag voor Steffen en voor David. Hè? Ja, goedenavond Steffen en Dave. Dag Thijs. Ik vroeg me eigenlijk af of jullie voor die dubstep-hype te vinden zijn of dan toch maar liever de electro-hype volgen. Ik ben eigenlijk nooit te vinden voor enige hype. Maar wat vinden jullie van dubstep? Want het is een beetje een genre. Ja, sommige mensen vinden het absoluut niks. Anderen zijn er helemaal wild van. Ik ben helemaal niet tegen ook. Maar het is nu ook niet echt om te zeggen dat wij claimen dat wij dat uitgevonden hebben of dat we daar in het begin into waren. Ik was wel enorm into de allereerste No U-turns, de drum en bass dingen. Maar die waren veel harder ook. En voor mij, veel van die dubstep dingen zijn echt crossover naar popmuziek aan het gaan. Ja. En dus voor mij misschien een beetje te glad soms. Ja. Mag veel harder zijn. Nogal veel van hetzelfde gebliep soms ook. Hè? Ja, maar aan de andere kant ben ik er ook niet van overtuigd of dat zo lang gaat duren. Je hebt die hype, maar je hebt ondertussen ook al 900 andere dingen die interessant zijn. Dus het is goed om van alles een beetje te hebben. Oké, Thijs, hey, ik denk dat jij wel een ticket voor Solveig's Mes verdiend hebt, niet Steffen? Ja, Thijs, maar je moet wel iemand naakt meenemen. Dat kan voor gezorgd worden. Alright, Thijs, mogen ze ook dubstep draaien die avond dan? Voor mij hoeft het niet te veel, dan liever toch de vette elektro. Ah, wel, het is goed, dat zullen we afspreken. Als ze jou zien binnenwandelen, dan gaan ze enkel en alleen nog elektro draaien. Ça va? Alright. Alright, Thijs, veel plezier op Solveig's Mes, hè? Dank u. Salut. Salut.
ik moet hierover spreken, omdat ik eigenlijk helemaal niet weet of dat we dat mogen draaien. Wat is het dan? Dus Tyga heeft gisteren een remix afgemaakt voor Justice. En ik weet helemaal niet of dat we mogen draaien. Ik weet dat ze helemaal niet op tijd komt. Maar ik ga toch wat luider zetten nu. Ja, sorry, ik sta aan de knoppen. Hè. Maar ik zou er gewoon over blijven babbelen, zodat ze dat nooit kunnen rippen en tegen ons gebruiken. Ja, oké. Okay. Dus af en toe ik kan ook je microfoon zijn. Dichttrekken, dat weet je. Ja. Justice. Tyga. Tyga. Justice. Radio Solwax. Niet rippen. Oh, wat is dat nu? Dat is Stefan met een van zijn wereldvermaarde mixen. Denk ik. This is Radio Solwax. Jesus. Studio Brussel. Wat was het? Wat horen we nu, David? Geen idee, een van Stefan zijn nummers. Het is Desiree met Under Your Spell.